Vertel even, wat gaat er allemaal gebeuren? Niet Carré, maar Ahoy. Ja, nou, de Bevers gaan naar Ahoy. We gaan de gezelligste huiskamer van Nederland maken met 10.000 mensen. We gaan een meezingfeest organiseren. Ja. En dat is 30 september. En ik maak straks of zo meteen, ik weet niet hoe lang die show dit duurt, tot 12 uur, de eerste gast bekend. Dus dan is het wel leuk, ja. Je mag best wel de eerste gast bekend maken. Nou, dat is mijn grote vriend Johan Derksen. Nee, Johan Derksen. Ja. Nou, dat is toevallig, dames en heren. Ja. Johan Derksen, die zag dat aankomen. Niemand toch? Ik was er drie weken geleden, want ik weet het pas 3 weken geleden. Want Kees is al met producenten zo al maanden bezig. En ik zeg, ik heb het tegen Johan verteld. Ik zeg, dan zou het leuk zijn als jij... Moest Kees weer stofzuigen, John, omdat hij er niet bij is? Nee, ik zeg, ga maar niet mee, want dan gaat het een keer over mij. Want Kees, die zit er vertegenwoordigd sinds hij op tv komt ook. Ik heb Johan gevraagd. En Johan gaat iets spectaculairs doen. Wat, ga ik niet verklappen. Hij kan goed met kaas overweg de Sauwe Gogeltje kunnen zijn, met kaasen. Hij kan... goed drummen, maar dat weten jullie misschien ook niet. Maar kan goed. Jawel, hij heeft een eigen drumstel thuis. Ja. En hij kan nog veel meer, maar dat zien jullie straks. Maar dat is de eerste gast. En dan vind ik wel leuk dat Johan erbij is. En dat hij ook meteen zit, dat ga ik doen, John. Wordt wel bijzonder als ik het zo hoor, Johan. Ja. Wordt echt een show. Ja, hè? Ja. Maar dan kunnen we beter gelijk doorschakelen naar het volgende gedeelte van jouw bijdrage aan John de Bever, toch? Ja, ik heb iets voor John gedaan. Dat zou ik voor niemand gedaan hebben, maar wel voor John. En ik sta geweldig voor lul. Ja. En ik heb een scheid aan. Ja. Ja, maar er was een tijd, ik kan me herinneren, was het het WK of het EK? Dat je toen met Frans Bauer, dat haatte je toen, kan ik me herinneren. Nee, maar de muziek van John vind ik weerzinwekkend. Ik zeg altijd, John komt zondags met mij koffie drinken. Hè? En ik zeg altijd, je bent van harte welkom als je maar niet gaat zingen. Ja. Maar dat staat er los van. Ik kan privé met John hartstikke goed opschieten. Het is een wereldgozer. Maar het is mijn muziek niet. Nee, maar dat liet je toen zien. Want toen liep je in die Polonaise. Dat deed je tegen je zin in. Dat vond je echt vervelend. Ja? In de Polonaise. Die beelden zijn vernietigd. Oh, die zijn niet vernietigd zingen. Kijk, dit haatte jij toen. Dit vond je het ergste wat je overkomen kon. Dat heb je toen ook gezegd? Als je doet, sta je voor lul. Doe je het niet, sta je ook voor lul. Dus je hebt van die beelden gezegd, liever nooit meer. Dat heb je er toen bij gezegd. En toen kreeg ik dus beelden onder mijn ogen van de week. En zullen we ze laten zien? John, kan het of niet? Mag hier weggegeven worden? Ja, maar is dat voor de jeugdige kijkers nu ook kan? Nou, dat vraag ik me ook af, heel gezegd. Het nieuwe nummer heet Het is moeilijk bescheiden te blijven. Daarom heb ik Johan gevraagd. We zijn allebei best wel bescheiden. En we houden van een beetje zelfspot. Dus ik zing hem. Ik zeg, Johan, zou je dan een clip willen spelen? Natuurlijk, John, zegt hij. Maar ja, dat hij zo gek zou doen, dat wist ik natuurlijk ook niet. Nou, dan hebben we hem even zo geknipt dat Johan vooral heel prominent is. Ja, maar dat is ook goed. Komt hij aan. Moeilijk bescheiden te blijven. Ja. Laatst stond ik in dit plaatselijk dorpshuis en had wederom een enorm succes. Er staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ik lig zelfs goed bij de mannen, maar dat geeft me ook al geen kick. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Is gemanipuleerd. Is echt gemanipuleerd. Ja, het is allemaal gemanipuleerd. Ik ken het gewoon. Ja, is die fake dit allemaal. Hoe kijk jij hier naar, René? Professionele hulp. Nee, hij doet het voor hem. Dat maakt niet zo uit. Als het je vriend is, maakt het geen reet uit. Nee, voor vriendschap doe je alles. Maar dit is het programma. Het einde is wat ongebruikelijk, ja. Eigenlijk moeten we nu afscheid nemen, want er gaat nooit meer Ik had al 10 keer eerder afscheid moeten nemen. Hè? Ik had al 10 keer eerder afscheid moeten nemen. Ja, dat sowieso.